What's up? Welkom bij een nieuwe episode van de Champions League Show van Koeka Sport. Het is money time. Au, we zijn in de kwartfinales. En we hebben vandaag gekeken naar twee wedstrijden. Ik kan het niet alleen doen. Ik ben hier met Pepito, Wine Jason. Bangs. Ik ben hier met Alexandre, Swan Phantom. Jouw baby daddy. Hey, dat is wel. Je hebt me off guard daarmee, man. We hebben hier met Short Term Vision, Suarez Duarte. Welkom, guys. Alles goed? Ik ben hater, hè. Hoe hebben jullie super. Ja, ik ben een hater, inderdaad. Is niet goed, man. Waarom niet? Je hebt haters nodig in je leven. Ja, nee, man. Je hebt te veel fans nu. Iedereen herkent jou en zo. Ja. Je hebt echt haters nodig. We hebben dat daarnet gezegd. Je gaat lui worden van al die fans. Je krijgt nu een beetje te veel love. Iedereen houdt van jou. Iedereen zegt, je haar is mooi en zo. Ik ben fan van zijn oorbel. Noemt jou Dreddy Enzo. Fuck you. Wow. Oh. En zo begon de episode. Boel. Bon. We hebben dus vandaag gekeken naar twee wedstrijden. Met welke wil je dan beginnen? Degene dat we hebben gekeken? Ja, Atletico City. Atletico City. Mag ik starten met een petitie? Ja, jij mag beginnen. Ik wil een petitie invoeren om Atletico te verbannen van Europees voetbal tot die kleinkinderen heb. Klopt. Amen. Wow. Fuck Atletico. Je zoon is nu al 2 jaar? 3. Oh, 15 jaar zonder Atletico. Ik vind het mooi, man. Ik ben echt tegen die club. Tegen hun filosofie, tegen hun coach. Tegen hun supporters, want zij steunen die shit. Ik ben tegen alle spelers die langer dan 3 jaar blijven. Want zij accepteren ook dat ze... Zij zijn een ode aan antivoetbal. Ik snap het. Zij komen zonder intentie om te spelen. Ik snap het. Ja, man. Ik vind dat lelijk. En ze hebben goede voetballers, daarom frustreert. Ergens respecteer ik het. Nee. Nee, man. Ergens respecteer ik het. Nee, man. Ik respecteer het. Nee. Nou, ik respecteer het voetbal niet. Ik respecteer het feit dat die coach... elk jaar spelers kan halen. Ja. Spelers voor grote sommen. Mm-hmm. Hun kan beloven, we gaan ver gaan in de Champions League, maar spelen op onze eigen helft. Het is de eerste keer sinds dat de stats worden gemeten, dat Atletico in de eerste helft in Europees voetbal geen schot heeft gelost. Niet geen schot op doel, geen schot. Dat is raar, hè? Genre, niemand heeft 45 minuten gezegd, maar je verwacht dat van hun. Dat is het ding, dat is raar dat dit de eerste keer is. Je verwacht dat van hun, maar dit is toch de eerste keer. Ik vond het sterk dat dit de eerste keer was. Na jaren. Maar het is schandalig. Dat kan. 6-3-1 was de opstelling. Ah, bro. Dat's... Nah, man. Maar dat is niet leuk, man. Nee, man. Bro, dat is een kwartfinale Champions League. Ik geloof niet dat een voetballer is in die ploeg die plezier heeft. Kan misschien niet. De keeper? Oblak. Ook niet, bro. Ja. Dus het is niet dat ze veel kansen tegenkrijgen. Dus wat doet hij? Nee, maar een paar keer ballen plukken. Hij kan zo zeggen, ik heb veel clean sheets, maar... Ja. Je verdient ze niet eens. Nee. Als je zo een Champions League kan winnen, zou je ervoor tekenen of niet? Nee, bro. Ja, dat is iets anders, ja, winnen wel. Win is winnen, bro. Je hebt geen plezier. Broer, nee, winnen is winnen. Want je weet hoe je was bij die vorige ploeg heeft dat vaak gedaan. Nieuwe praten, nieuwe bellen. Ja. Ploeg heeft dat zo gedaan, hè? Door de jaren heen. Ah, maar Chelsea was geen 6-3-1. Snap je? Dit is niet chalisme, dit is terrorisme. Chelsea op Barcelona, dat was dit? Met Torres, broer. Alleen door de laatste Champions League, hè? Ah, ja. Maar Chelsea... Chelsea is toch niet bekend als mooi voetbal in de jaren. Chelsea heeft de blueprint gelegd in die shit. Was de eerste? Ja, met Mourinho. Was Chelsea de eerste? De eerste defensieve ploeg. Echt defensief was Chelsea. De eerste topclub. We zijn ermee gestopt. De eerste topclub die ervoor kiest om niet te voetballen. Ja, Chelsea. Ik denk dat Chelsea was. En jullie hebben dat doorgetrokken met jullie coaches. Was Mourinho daarvoor niet met dingetje? Ja, maar dat was geen topclub. Met Porto. Met Porto. Nee, Porto was terug. Ja, dat is terug in de omschakeling ook. Maar het kan wel zijn, man. Ja, Porto dan Chelsea. Goeie take, man. Thank you. Anyways, thank you. We zouden een podcast moeten starten. Ja, man. We weten veel van voetbal. Voilà. wat we wel mogen zeggen is, De Bruyne scoort in de 70e minuut op assist van Phil Foden. Yes. Ja. Magnifieke assist. Yes. Shout-out Phil Foden. Dit is voor De Bruyne zijn 11e goal in de Champions League, waarvan 8 in de knockout fase zijn net. Goeie stat. Van waar heb je die? Van jou. Hard. Wil iemand nog iets zeggen over de match? Nee, ja, Phil Foden is supergoed ingevallen, man. Dat is echt een plezier om die te zien invallen. Het was nodig. Blijkbaar heeft Rodri gespeeld. Ja, blijkbaar. Nee, geen fan van hem. Ik snap dat van Atletico komt. Ah nee, ik heb een vraag wel voor Brian. Ja. Omdat toen we de opstelling zagen, dat we niet snapten waarom Ake linksback speelde. Ja. Ben je na de wedstrijd... wijzer geworden? Nee, want hij speelde nog steeds linksback. Want jij zei... Nee, maar dat was toch... We hebben ons afvragen, hoe gaat hij spelen? Nee, maar... Neem dat ons afvragen van, gaat hij dan met 3, bla. Die 3-1-3-3 spelen, maar het was niet zo. Hij bleef op linksback spelen, dus we zijn er niet veel wijzer van geworden. Dus dan begrijp ik ook niet waarom dat Zinchenko speelt. En weet iemand wie er valse 9 heeft gespeeld vandaag? Bernardo Silva. Nee, niemand. Maar dat vond ik niet zo erg van Pep.
Want je weet, als je weet, als je een spits zit... Niemand vast. Als je een spits zit, dan worden die toch gedekt door de lange centraal verdedigers van Atletico Madrid. Dus dat je daar met een vrije speler speelt, vind ik niet erg. Ja, maar dan moet je alleen niet voorzetten. Alleen wat je dan mist met bijvoorbeeld Agüero is, ja, vaak gaven ze dan wel die lage voorzet. Ja, er is niemand in de eerste paal die daar opduikt. Is dat het moment waarop we zeggen, die spits moet komen? Haaland, Kane, maakt niet uit wie. Ja, gewoon. Moet toch in zo'n wedstrijden. Het moet niet per se een dure spits zijn. Het moet gewoon een spits zijn die in die zones loopt. Wat dat Barca nu heeft met Aubameyang, iemand die echt in die zones loopt, heeft wat City een beetje nodig heeft. Want het is allemaal goed en wel. En vandaag winnen ze ook wel. Wat zei? En die kan koppen. Aubameyang. Nee, maar het is een systeem dat werkt zonder spits. Alleen er zijn momenten zoals vandaag waarvan je inderdaad gewoon een targetpunt nodig hebt of iemand die echt blijft in die zones. En dan hebben ze dat niet. Maar momenten dat ze voorzetten gaven en dat er niemand in de 16 was. Mm-hmm. Zelden met Atletico en hij zelf omschakelde. Ik heb een verhaal, maar je hebt het over voorzetten. Ja. Mijn grootste probleem was dat Maris en Sterling tegen hun voet stonden. En ik zou op zo'n wedstrijd, op het moment dat je weet... Erover gaan. Als je weet dat Atletico zo verdedigend gaat spelen. Ja, die jongens die veld breed. Ja, maar ik denk dat net heb onderbroken, maar ik denk dat op dat punt, als je dan wel met Zinchenko en Cancelo speelt en als ze erover gaan, dan heb je dubbele dreiging en dan zal dat wel hard zijn. Maar ja, Cancelo ging er niet echt over en Kane gaat er sowieso niet over. Maar hij speelt al lang niet meer echt zo met overlappende backs, Pip. Die zijn er wel van afgestemd. Nee, maar tegen deze team... Ja. Want uiteindelijk, als je kijkt naar vooral Mahrez, is zo van... Omdat ze heel snel... schakelen van kant, had hij wel nog veel 1-op-1 acties. Terwijl in die opstelling zou hij normaal altijd 1-2, maar had wel nog altijd een beetje die 1-op-1. Ja, als die back komt, gaat hij altijd 1-op-1, weet je wel. Maar die kwam niet. Dus wat je zegt, Jules, is inderdaad wel van... Normaal zien zou je dan Sterling beter op rechts zetten en Maris op links. Alleen, Maris werkt niet op links en Sterling werkt wel op rechts, maar dan heb je... En dan moet je eigenlijk een Foden op links zetten, want Maris is niet echt goed langs de linkerkant. En dan kan je dat wel een beetje in balans brengen. Maar als je kijkt, Foden, zo is hij gevaarlijk geweest. Hij is ook 2 of 3 keer rond geweest, hè? Ja, maar buitenkant. Het probleem is met Foden is van als je kijkt naar De Bruyne, want Foden kwam eigenlijk in die teamrol, of in die echtrol van City. Als je kijkt naar De Bruyne en Silva, dat zijn meer, De Bruyne en Gundogan zijn meer passende types. Foden is wel iemand die gaat durven drijven, want we zien ook op het einde die actie daar waar hij de kroketta gooit. Hij maakt wel die actie. Dan heb je met Marius ook. Sterling kan acties maken, maar dat zit er niet. Sterling is geen dribbelaar, snap je? Dus ik denk dat het verschil bij Foden, wat hij bracht, is gewoon van hij is dynamisch met de bal. Hij is dynamisch zonder bal, maar ook met de bal. Dus hij durft wel te drijven naar speels waar de Gundogan en De Bruyne minder gaan doen. Ja, toch. Pepito, zou je kunnen spelen voor Atletico? Nee. Jawel? Jawel, hè? Nee. Jawel, broer. Nee. Dus ja? Ja, en dan? Ja? Je moet gewoon wegkoppen. Als jij zoals Philippe tussen Savic en Renildo gaat staan... Dat is omdat je niet kan koppen, eerlijk. Wie? Ja. Ja, ik kan koppen. Ah, wel, dan kan je spelen bij Atletico. Maar dat is niet leuk. Ja, blijf kamperen voor mijn eigen doel. Maar het ding is, ik denk wel... Niet of je het wil, maar je kan het. Ik kan het, maar ik wil het niet. Als verdediger spelen voor Atletico zou wel leuk zijn. Omdat je dan gewoon heel veel defensieve acties Weet je wie daar echt goed zou zijn? En dat klinkt misschien als een joke, maar Harry Maguire zou daar fantastisch zijn. Ja, laag blok. Wij zouden bij Leicester kapot goed deed. Ja. Gewoon een laag blok als de bal komt. Nee, maar dat is waar. Hè? Gewoon laag blok, dus geen ruimte is achter u. Je moet gewoon defensieve acties maken. Zelfs dat zou ik niet leuk vinden, man. Ja, maar als verdediger, hè? Ja, zelfs dat. Er zijn verdedigers. Nee, maar kijk, er zijn verdedigers en dat zijn meestal de beste verdedigers die het echt leuk vinden om te verdedigen. En als je zo'n ploeg speelt waarvan je heel veel druk krijgt en heel veel bloks moet gaan maken en een bal moet gaan wegkoppen, je vindt dat leuk. Hè? Maar als je echt de allerbeste bent, denk ik dat je liever zoals Van Dijk gewoon in een hoog blok staat. Dat is niet waar. Nee, en als je echt meer 1-op-1. Nee, juist niet. Van Dijk is ook niet echt een 1-op-1. Hij is iemand. Hij laat meestal de andere 1-op-1. Hij houdt van iemand. Kijk misschien verkeerd naar de vraagstelling. Als je de 0 kan houden, doe je het liever in een hoog blok of in een laag blok? Als verdediger, laag blok. Ja? Omdat je daar meer te doen hebt. In een hoog blok weet je van we zijn hoog druk aan het zitten. Dus tegen dat de bal bij u komt. Ja, maar die snelle jongens, als die doen. Wat heb je liever om te verdedigen? Gaan we kijken naar bijvoorbeeld Godin die jaren heeft gespeeld bij Atletico Centraal Verdediger. Of nu een Laporte die super hoog moet staan en elke keer moet gaan stressen van. Als we dan toch balverlies leiden, moet ik 60 meter teruglopen. Daar heb je gelijk. Maar dat weet ik. Godin en die tijden. Ja. Wat was dat? Godin Miranda? Ja. Dat was minder erg dan nu, man. Ja, minder laag, maar dat was nog toen speelden ze met 4 verdedigers. Toen was het zo, als ze kunnen voetballen, gaan ze voetballen. Ja. En als het moet, gaan ze verdedigen. En daar waren ze echt een team, blok. En toen was dat nog leuk om naar te kijken. Maar, maar nu, als je de match begint met 6 verdedigers, ja... Maar dan is de vraag wel... Ja, hoe kan je dan als bestuur en als fan dat jaar na jaar wel toelaten? Want het wordt wel jaar na jaar erger. Ze winnen.
Ja, maar ja, dit jaar sta je hoeveelste in La Liga? Ze hebben vorig jaar gewonnen. Dus ze stonden tweede. Dat is een ploeg die eigenlijk elk jaar minstens derde moet worden in de competitie. Ja. En in de Champions League, als ze kwart-halve finale halen, is het goed. Dat is ja, maar dan moeten we gaan. En dan gaan we verder op het gesprek van zondag. Ja, dan moet je als club toch op een bepaald moment toch gaan ambiëren om leuk voetbal te gaan spelen. Nee. Ik weet niet, man. Ja, maar waarom kom je dan als Vin naar daar? Ja, ik bedoel, vandaag. Als Grinta? Als je gaat kijken. Ja, maar ja. Waar heb je aan Grinta? Een paar leuke tackles. En dan kan je naar Scott McTominay gaan kijken. Ze spelen een paar keer kampioenen. Speel kampioenen omdat ploegen slecht bezig zijn. Ze hebben twee Champions League finales gehaald. Ze hebben een paar keer kampioenen. Geen enkele keer gewonnen. Vandaag ook. Maar voor hun is dat misschien al boven vraag. Vandaag ook. Maar ook, nee, oké, als Simeone zijn, als coach moet nog uiteindelijk een wedstrijd winnen. Hoe denk je dat je gaat scoren als je een omschakeling hebt met João Félix en je staat met twee man tegen zeven? Maar die rekent gewoon op zijn thuismatch, hè? Ja, dat weet ik. Maar dat's... Denk je dat, nee, dat is anders zou hebben aangepakt, moest er een uitroeppuntregel zijn? Nee. En nog iets. Ja, dat je niet met zes man van achter, maar met 5-4-1 of zo. Ik denk dat ze dat. Want ze hadden vandaag. Hoe zou dat gebeuren? Die gingen sowieso meer aanvallen. In plaats van 6, ja, dan 5 of 4. Ik denk dat we dat hopen. Nee. Maar denk het niet. Ja, wel sowieso. Maar als hij hier in 1-1 kan spelen, is thuis gewoon een 0 al genoeg. Ja, dat weet ik. Maar nu is het. Dat is wel waar. Nu moet je thuis winnen. Oké, ik denk. Nee. Dat was. Voordien natuurlijk. Maar ik denk, met de oude regel, als ze 1-0 achter komen te staan, dan gaan ze proberen een goaltje te scoren. Maar ik denk wel dat Simeone teert, want als je, zoals je zei op voorhand ook, van ja, ze proberen niet echt kansen te creëren, maar zij teren echt op van we gaan wel een bepaalde stilstaande fase krijgen, waar we dan gewoon gaan beleren. Dat was het tegen United hebben gedaan. Ja, dus ze wachten gewoon op die stilstaande fases, corners, vrije trappen, waar zij dan zeggen van oké, we hebben onze kansen, of op een flits van, oftewel, want ja, als Griezmann. Als ze het een paar keer wel goed uitspeelt, scoren ze wel 1 of 2 keer in deze wedstrijd. Tuurlijk. Hij is traag! Wie Griezmann? Wow. Ik vond hem nog savas snel vandaag. Hij was niet zo traag. Nee, want ik heb hem bij Barca gezien, broer. Nee, maar bro, hij dribbelt met bal. Met bal ben je altijd traag. De jure is sneller dan toen hij bij ons speelde. Maar bij jullie liep hij ook gewoon niet. Maar hij is ook anders spellen, minder ruimtes. Ja, minder ruimtes. Bij ons was hij gewoon poep. Ruimte in de diepte. Nee, maar wat zien we dan City doen naar de volgende wedstrijd toe? Duwen zij verder? Ja. Ja, ik denk, dat is nu het probleem. Ik denk, als je nu City gaat drukken, ja, dan ga je jezelf openstellen voor vieze dingetje. Wat? Als dus, City ruimte krijgt, is een probleem. Zeker omdat ze geen snelle verdedigers hebben bij. Maar aan de andere kant, als Atletico, weet je, zo druk zet, maar zonder zo overhaast te spelen. Ja. Stel dat zij zo beginnen zoveel corners eruit te slepen. Zoals tegen United. Ja, als zij zoveel corners eruit beginnen te slepen en zo, die gaan wel 1 keer prikken. Ja. En dan kunnen ze wel iets doen. Is dat het gameplan voor Atletico de volgende wedstrijd? 60, 70 minuten verdedigen, die 0-0 houden en dan de laatste 20 minuten gewoon alles eruit gooien? Ik denk misschien 15, 20 eerste minuten. Overleven. Nee. Drukken. Ja, echt drukken. Maar ja, want ze zijn heel intens. Hè? Ja, thuis zijn ze echt heel intens. Maar City is efficiënt op de counter. Maar dat is wat ik bedoel. Maar ik zou proberen die wel zo lang mogelijk frustreren wat ze vandaag hebben gedaan. Want ze zitten wel gefrustreerd gekregen, zeker met Grealish. Ja. En dan de laatste 20 minuten doorduwen en dan toch dat doelpuntje pakken. Ik zou eerst gewoon scoren en dan... Ja, maar inderdaad, als je dan met een hoge lijn gaat spelen tegen City, bro... Ja, bro, je moet risico's nemen. Ja, maar dat hoeft niet. Bij 1-0 hoeft dat niet. Als het 2-0 was, zou ik zeggen, oké, ik begrijp het, maar het is maar 1-0. Deja, hij gaat zo zijn 4-4-2 en Atletico wil graag verlengen of niet, dat maakt voor hun niet. Hij gaat zo zijn 4-4-2 zetten, Correa rechts, links ook een loper, of zo Llorente op de flank en zo, die dingen. Hij gaat rare dingen. Als je een match begint en je ziet Koke, Kondogbia, Llorente staan, en, dat weet je al. Nul diepgang vandaag. Maar daar kan je toch niet van genieten. Mag je nog een laatste vraag stellen? Zeker. Is dit misschien de match waarvan iedereen op voorhand weet hoe het gaat verlopen? Qua spelbeeld? Spelbeeld, ja. Niet scoreverloop, hè? Heen of terug? Heen match. Ja. Ja. Terugmatch, hoe zien we die verlopen? Hetzelfde. Ja, hetzelfde. Hetzelfde, met nu wel een moment van Atletico waar ze willen scoren. Een paar kansen. Maar ik hoop dat City die match gewoon doodmaakt, snel. Ja. Ik hoop het allemaal. Ja, ik... We zien liever City dan Atletico. Ik gun het Atletico niet. Ik vind, als je niet voetbalt, gun ik het u niet om... Want de winnaar speelt tegen de winnaar van Real Chelsea. Als ik me niet vergis. Ja, en als we Atletico tegen Real of Chelsea gaan moeten zien, bro. Stel je voor Atletico-Chelsea. Dat gaat de grootste wedstrijd zijn. 11 man achter de bal tegen 11 man achter de bal. Niemand trapt de bal af. Blijft gewoon in de... Iedereen zoals die ene aflevering van de Simpsons of iedereen blijft daar. Als Atletico-Chelsea de volgende ronde is... We kijken niet. Ik boycott, ik ga naar Swan. Oh. Ja. Voilà, geen show die dag. Ik ga mee. Geen show die dag. Ik ga mee. Geen show. Ik ga die show doen met dingen met Sheikh.
Chelsea-fans. Dus. Ja, ik zou er ook wel zijn. En Brian. Saf. Is goed. Verder was er nog een andere wedstrijd. Yes. Benfica verloor 1-3 thuis van Liverpool. Ah, het was 1-3. Ja, yes. Die laatste van Diaz. Ah, ja, ja, ja. Ik heb snel de 4 goals opgezocht. De eerste goal was een kopbal van Konaté in de 17e minuut. Op een corner van Robertson. In de 34e minuut scoorde Mané. Het was eigenlijk Sadio! Het was Konaté die een bal onderschept. Trent met een fantastische pas voorzet eigenlijk, zoals alleen Trent dat kan. Jay-Z. En Luis Diaz legt hem terug op Mané, die aan de tweede paal afwerkt. Ik dacht dat het nog spannend ging worden, want we zagen Darwin Núñez in het begin van de tweede helft de aansluitingstreffer maken. Nou, fout van Konaté. Ja, een enorme fout op een voorzet van Rafa. Liet de bal eigenlijk gewoon door de benen gaan en een beetje een bozo momentje. Ja. En in de laatste 3 minuten, minuut 87 exact, stond Robertson te breed. Rafa loopt diep over de... Ah nee, ik heb dat foutje opgeschreven. Ja. Taket, Luis Diaz heeft gescoord. Ja, Luis Diaz heeft gescoord. Ex-Porto-speler in Benfica de 1-3 maken. Rond de keeper, linkervoet. En dan met haat gevierd. Ja. Met haat. Ik zag een van de supporters een stalen buis gooien naar... Ze hebben gelijk. Luis Diaz. Ben teleurgesteld in Liverpool, man. Teleurgesteld? Ja, man. Hoezo? Ja, broer, 4-0. Het is 4-0, het is niks. Het is 4-0, het is niks. Ja, oh. Nou, rustige 1-3. Dat is niet de eerste keer dat wij zo iemand een ploeg zien winnen en zeggen we zijn teleurgesteld. Nee, het is 4-0, het is niks, man. Maar sneer, ze gaan door. Tankeet. Ja. Volgende week, jongens. Liverpool houdt van Portugal, man. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Liverpool dat ze 8 keer op rij een uitwedstrijd winnen. Oh, wow. 16 doelpunten, 2 tegendoelpunten en 6 clean sheets. Precies. Maar dat is omdat ze altijd Benfica of Porto pakken. Ja. Nee, nee, maar gewoon 8 uitwedstrijden op rij. Niet per se Champions League. Gewoon. Ah, ah. Oké. Okay. Eerste keer? Kan niet. 8 uitwedstrijden op rij? Ja, dat kan wel misschien, hoor. Bro, jullie hebben toch vorig jaar toch zo'n zotte streak gehad dat jullie... Winnen. Ja, winnen. Ah, oké, okay, dat kan misschien wel. Oxos, was het. Nee, Oxos. Dat is met trofeeën. Dat is trofee winnen. Wow. Kan nog komen. Ja, man. Ah, toekomstige winnaar van de Champions League. Hoor. Nee. Wie? Liverpool? Nee, man. Nee. Zie je dit City nog winnen? Ja. Ja. Maar allee. Ik zie het gewoon gebeuren omdat ik vanaf nu een nieuwe propaganda begin. Kevin De Bruyne wint de Ballon d'Or 2022. Ja, tuurlijk. En ik teken maar nee, maar Atletico is de laatste ploeg. Atletico is de laatste ploeg dat echt zo defensief gaat spelen. Ja, tegen alle andere ploegen klapt City. En plus, Guardiola heeft deze week zelf gezegd dat hij choked. Ja. Dat is een bizar interview. Hè? Ja, hij is gek, man. Hij is gek. Ik vind dat hard. Ik vind dat hard, want dus hij weet het. Hij doet het bewust. Maar hij doet het bewust. Maar hij doet het expres. Hij doet het bewust. Hij heeft zelf gezegd, ja. Ik choke. Ik choke, ik freestyle. Misschien is dat het moment waarop hij weet van... Weet maar vandaag ook, hè. Vandaag ook, hè. Nou, Aki op linksback, bro. Je hebt Zinchenko op de bankje. Oh. Nee, man. Ja, man. Is Zinchenko zo goed? Maar UEFA, ja, maar beter dan Ake, bro. Zinchenko is een goede voetballer, hè? Zinchenko is echt een goede voetballer. Ake is niet slecht. Nee, maar Zinchenko is ook niet top. Wij wel. Zinchenko is een goede voetballer. Ja, een goede voetballer. Dat is waar, maar ik vind hem niet top. Beter dan Ake. Op ja, maar ik vind hem ook niet top, hè? Maar hij is goed. Bro. Ake is sava. Maar UEFA moet wel Sapas. Fixen aan hun nou, ik zou Ake niet boven Sergio Gomez van Anderlecht zetten. Oh, niet. Wow. Nee, dat snap ik. Was natuurlijk linksback, natuurlijk niet. Gomez? Ja? Gomez is geen linksback. Hij is een middenvelder. Flankspeler. Ah, ja, maar ja. Hij kiest centrale middenvelder. Hij kiest een 6, denk ik. Hè. Nee. Jawel, origineel. Maar het zijn bijna Nederlanders. Dat was vroeger zo Maduro en zo. Nee, maar ja, ik had UEFA altijd zo verkeerde opstellingen gegeven voor de wedstrijd. Dat is irritant, man. Wat vind je trouwens van Luis Diaz? En, het is nu 3 maanden bij Liverpool. Hij is kapot hard. Hij is een echte flankspeler. Maar dat is goed, dat is verfrissend zo. Dat is een transfer. Mm. Een transfer. Het gebeurt niet vaak dat wintertransfers zo goed... Bij Liverpool wel. Ja? Ja. Wacht. Hebben jullie een historie van goede wintertransfers? Ja. Drop names? Van Dijk. Van Dijk, ja. Mm. Money. Dat is money. Ik kan niets op zeggen, man. Verder zijn er morgen nog 2 wedstrijden die we gaan bekijken. De eerste wedstrijd... Minamino niet? Wat? Minamino was geen goede wintertransfer. Ja. Vond je hem goed? Niet goed. Nee? Ah, wel. Wat is je punt? Ja, ze wel. En ik zeg ga je verder doen, Esme? Ja, wordt niet in debat gaan. Ja, maar in debat. Het is een podcast. Minamino niet, hè? Nee, en wat is je punt? Ah, wel, ja, hij zei. Allee, hij vroeg dat. En jij zei, jullie doen goede wintertransfers. En ik negate, hè? Maar heb je nog een goede transfer? En ik heb. Ah, wel, geef nog een goede naam. En wat heb je gezegd? Minamino slecht. Ja. Wie nog? Nu moet jij één goede geven, dan kom ik terug. Maar ik heb al 2 goede gegeven. Nee, je hebt er eentje gegeven. Oh, ja, ah, Jota, toch eens. Oh, is dat een wintertransfer? Ja? Wauw. Wat? Ja? Maar waarom help je hem? Oh, maar wat is jouw probleem? Nee, maar waarom help je hem? Oh, The Voice.
Laat hem, Brian. De seks, hij was aan het bashen over bedrijven in Brugge. Brian. Laat hem. Je hebt gelijk, vriend. Zie dit? Je hebt gelijk, vriend. Victim. Zie dit? Je hebt gelijk, taboes. Matip was ook een wintertransfer? Nee. Ozan Kabak was een wintertransfer. Ja, was ook heel slecht. We hebben er twee dan toen in die periode. Ben Davies ook. We hebben er twee gehad die periode. Ik ben nu op transfermarkt. Doe dan. Oké. Nico Williams. Nee, Nico Williams. Daniel Phillips. Nee, Nico Williams is teruggekomen. Hij is van jeugd. Philips is ook teruggekomen. Taiwo Anunyiwi. Hij komt allemaal terug van 1 uur. Wie? Ik heb gewoon gelijk. Nee, wacht. Wie? We gaan hem nog zoeken. Nabi Keita. Een goede transfer. Nee, jawel. Hij start niet eens, bro. Hij is een goede transfer. Nee, man. Ik zal beslissen voor mijn club, jij beslist voor jouw club. Welke club? Je hebt er 4. Ja. Dat is grappig. Nu heb ik er 4. Noem de 4. Barça. Anderlecht, Bayern München. Hoe is Bayern mijn club? Je hebt die 3 proberen sneaken als een ik respecteer het, maar dat is echt slecht. Hoe is Bayern mijn club? Je hebt een treinspak vorige keer aan van Bayern. Oh, je hebt een treinspak van Tottenham? Maar weet je waarom? Verschil is anders. Maar dat boeit me niet. Nee, verschil is anders. Dat boeit me niet. Verschil is anders. Oké. Okay. Marco Grujic. Goeie. Grujic, nee bro, stop dat. Okay. Verder is er morgen ook nog Chelsea. Zo, Adamsen zo gehaald, Charlie Adamsen zo in bijna de titel. Oh, wacht. Andy Carroll? Bro, die man praat voor 80 jaar. Ja, bro, is een transfer, bro. Ricky Lambert. Ik heb het over Klopp. Klopp-periode. Was toen dat Trent nog een bal jongen was. Klopp-periode. Die hebben echt een harde periode gehad. Klopp-periode. Ricky Lambert. Ja, maar wie meen dit, bro? Ja, stil in niet. Verder is er morgen nog een heruitgave van de halve finale van de Champions League van vorig jaar. Ja, dat was een lelijke. Chelsea-Real Madrid. Dat was zo'n lelijke halve finale. Nee, ik ben blij dat toen gisteren was. Magnifiek. Dat was mooi. Dat was diggelas. Nee, dat was diggelas. Maar je alleen mooi omdat je hebt gewonnen. Ja, dat was magnifiek. Dat was diggelas. Wat verwachten we van Chelsea-Real Madrid? Chelsea wint. Hetzelfde, Chelsea wint. Chelsea wint. Die ploeg die tegen Brentford wier heeft. Ja, laat me met rust. Huh? Real heeft geen rust, steroïden meer op jullie zijn shit. We gaan winnen. Real heeft toch recent 4 gepakt. Hè? Ja, tegen Barça. Wil je Brentford en Barça verhalen? Nee, maakt niet uit. Nee, ik denk winnen is winnen, verliezen. Denk wel. Okay, we gaan waarom, winnen. Okay, Atto, waarom denk je dat Real gaat winnen? Karim Benzema. En Luka Modric. Karim Benzema. Nee. Karim Benzema is dit jaar beter dan vorig jaar. Vorig jaar was hij niet op dit niveau. Vorig jaar was hij niet zo goed als vorig jaar. Niet uit. Dank je. Oké, maar dat is geen. Ik geef nog meer argumenten. Je geeft 1 speler. Maar moet ik meer argumenten? Ja, we hebben een podcast, we hebben een debate. Als ik vind dat mijn leven genoeg is met 1 argument per discussie. Maar wij vinden dat niet. Wie is wij? Ik kan je nog een argument geven. Dit jaar de centrale verdediging bij Real is gewoon echt stabiel. Courtois in de vorm van zijn leven. Ze hebben net 4 ontvangen, bro. Nou, van Barça. Kijk, Courtois is goed, Benzema is goed. Modric is goed? Nee, bro. Modric niet gezien tegen Dingeski in de laatste match Champions League. Oh, het enige laatste match van Real dat ik heb gezien is tegen Barça. Weet je waar daar is gebeurd? De postboy die is gekomen, hij heeft pakjes af. Ben je nu argument aan het geven voor Real of tegen Real? Nou, maar Chelsea is ook slecht. Beide zijn... Bro, tussen 2 slechte ploegen vind ik dat de meest slechte gaan verliezen. Wat is het probleem? Oh. Waarom denken jullie dat Chelsea gaat winnen dan? Afo, ze hebben verloren. Chelsea is verloren 4-1 tegen een boy met een defibrillator. Wauw. De manier dat jij gaat branden, mon frère. Huh? Nee, ik zeg de waarheid. Hij brandt niet harder dan jou. Ik zeg de waarheid. 100% wel. Ik zeg de waarheid. Door deze. Ik zeg de waarheid. Jij moet geen joke maken. Want je hebt een half jaar rondgelopen met zo'n dingetje voor je pols. Maar ik ben hier. Ik ben hier. Hij is toch ook daar? Ik ben hier. Phantom Eriksen. Ja, maar dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde als mensen die van mij verliezen in Fit 5. Christian Fatten. Dat is hetzelfde, bro. Mensen die van mij verliezen in Fit 5 met mijn halve longs. C'est la hachouma. Waarom denken jullie dat Chelsea gaat winnen? Thiago Silva heeft 1 keer in een 4-man gespeeld. Zijn vrouw is al communicatie officieel op Twitter aan het droppen. Laat zijn vrouw erbuiten, bro. We moeten leren van ons niet. Ik heb er gewoon vertrouwen. Kijk, hebben jullie gezien, wat Rudiger heeft gedaan na zijn goal? Die viering. Daarom ga je liever verliezen. Wat deed hij? Heb je zijn viering niet gezien? Hoeveel was het bij die viering? 1-0. Maar heb je gezien wat hij deed? Hij liep rond en deed zo... Je moet eens googlen. Dat is fucking raar. Je moet eens googlen. En zou jij denken, deze man is de meme. Ik neem hem niet serieus als mens. Ik denk dat hij toch wel de blueprint van vorig jaar een beetje gaat kopiëren. Ja. En dat die middenvelders van Real gaan hunten. Dus dat ze echt wel met een middenpres gaan spelen. Ja. Ze gaan echt wel zoeken naar Kroos. En, ja, als Ancelotti de fout maakt om met Kroos en Modric te spelen... Ik zie hem dat wel doen. Ja, maar... Hij is koppig. Maar hij heeft wel... hij heeft ook wel bepaalde speels wel laten rusten. De afgelopen wedstrijd van dingen. Hij heeft gespeeld met Loftus Cheek in middenveld en zo. Dus... Hij zat ook niet op de bank, denk ik. Hè? Wie? Ancelotti?
Nee, hij was uit COVID. Zijn zoon zat ook. Nee, zijn zoon mocht niet. Ah ja, zijn zoon mocht niet. Het was de hoofdjeugdopleiding. Ja, ja, ja. Maar dus ja, ik denk wel, als hij de fout maakt, dat hij met dat soort middenveld speelt. En dan Chelsea met mijn volle energie. Volg, ja, wel. Dus denk het wel, man. En dan het probleem is wel, ik denk dat Chelsea meer wapens heeft van de bank dan Real. Real is de drie. Vinicius is uit vorm. Benzema is ook een beetje uit vorm geraakt. Hazard is eruit voor het rest van het seizoen. Hazard is er niet meer bij. Nee, pauze, alsjeblieft. Hazard ging sowieso niet spelen. Wat is nu het verschil dat hij fit is of niet? Nee, hij ging niet spelen. Ah, nee, maar ik heb het gewoon over de spelers die er zijn. De ingeschreven spelers. Ja, bro. We hebben het over de bank van Chelsea. Asensio doet ook niks meer. Dus ja, Asensio is een fraude. Asensio is een... Waar is mijn camera? Is dat mijn camera? Mm. Asensio is een fraude. Omdat hij Witwe een keer in doel van dak heeft getrapt. Jullie dachten, ole, 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 c'est fini. Enfin, ik hoop Real fans, geniet van deze titel. C'est le dernier. Bande. Dat is de titel van deze episode, doel van dak. Vond je met dezelfde fraude als sommige mensen zeggen dat Isco en Lamendi zijn? Nee, Isco was hard, man. Isco was echt hard. Ira Weet je niet, hij is van Sociedad naar gekomen. Ja, 15 miljoen. Hij was zogezegd die nieuwe Xabi Alonso in die video. Heeft hij niet Witwe voor Liverpool gespeeld? Nee. Uitgeleend? Nee. Lamine is nooit uit Spanje. Of misschien was dat op FIFA. Ja, misschien heb jij die gehaald. Ja, man. Nee, Liverpool wou die, denk ik. Lamine was wel... In hij zegt, Lamine heeft gespeeld voor Sociedad B, Sociedad, Madrid en Sociedad. Ja, hij is nooit uit Spanje. Oké. Maar hij is wel een stabiele middenvelder, maar nooit gewoon Real Madrid. Ja, voor. Maar ja, ook toen hij kwam, bedoel, Modric was toen ook aan het poppen een beetje, dus ja. En Casemiro ook, dus. Dat had ook dingen gehaald, hè, die even voor Real heeft gespeeld. Die middenvelder, die 10. Die even voor Arsenal heeft gespeeld, sorry. Odegaard. Nee. Ceballos. Danny. Ja. Was hij met Betis? Was hij nu Ceballos? Misschien terug naar Betis. Oh, wow. Als we Spanjaarden doen, toch? Nee, maar plus... Waaraan ze komen terug. Ja, ik weet niet. De wingbacks ook van Chelsea. Ah, ik zie het wel gebeuren voor Chelsea. Maar op een lelijke manier. Wel op een lelijke manier. Ja, lelijk sowieso. Hebben ze 1-0 zo heel snel. Papa. Lelijk sowieso. Ja, man. Ik zie Real, ik zie niet voldoende doen. Wat is de andere match? Villarreal-Bayern. Bye. Ja, maar wel leuker zijn om naar te kijken. Ja, denk het wel. Leuker dan je eerst zou denken. Want je zou denken, Bayern geeft hun pakjes. Ja, maar Villarreal is een ploeg dat moet voetballen. Ja, 4-2. 2-4. Nee. Juist om ze willen voetballen, gaan ze 4-5 krijgen. Ja, maar ze gaan zelf niet scoren. Oh. Nee, ik denk dat wel. Eentje, Max. Want ze hebben karakter. Mm, maar ze hebben geen spits. Nee, maar ze hebben karakter. Danjuma, papapa. Nee. Pakjes. 2-5. Wow. Ah. Danjuma en Lo Celso staan daar in een 4-4-2 voor. Denk je, 2-5. 2-5? Ja. Was ik jij? 4-0 Bayern. Of 0-4 of whatever. Wow. Ja, ik ga deze keer geen Bayern hoge score geven. Want we hebben ook naar Salzburg en dan hebben ze niks. Ja, maar... Weet je wel, ik gun het Villarreal, maar 1-0. Nee. Ah, denk 2-0, denk... Ik gun het. Denk 2 of 2-0 Bayern en dan thuis gaan ze die wegspelen. Want het is zo, Benzema en Lewandowski die op dezelfde dag spelen. En elke keer iedereen haalt Lewandowski. Ik doe daar ook vaak in mee, maar we gaan morgen zien. Ik ga binnenkort, by the way, stoppen met mijn anti-Lewandowski-propaganda. Ja? Want hij gaat misschien bij Barça tekenen. Dus ik moet op tijd... Geen hypocriet meer zijn, zodat ik kan... Heeft Christensen trouwens nu getekend bij Barcelona? Ja, maar we mogen dat nog niet aankondigen. Oh ja, want jullie beginnen geld. Denk je het? Ja, maar dat is al weken zo. Ja, bro. Dat is al weken vast. Hè. Broer, Gavi tekent bij, Dembele gaat bij tekenen, dus Araujo tekent bij, Christensen gaat tekenen, Kessie gaat tekenen. Als wij aanvaller... Weet je wat we nu moeten kopen? Een 15-jarige aanvaller uit Brazilië. Gewoon een petit... Abonneer start zijn, moet je wel skill moeten. Alfonso Davies speelt terug, hè? Ja, hij is terug in training, man. Maar ik heb liever die andere linksback van Bayern. Ja, ik ben zijn naam vergeten, maar ik vind hem beter. Luca Hernandez? Nee. Hij is geen linksback. Ook een zwarte voetballer. Ja, Richards is een rechtsback, dacht ik, hè? Nee, Richards is Amerikaan. Ik weet wie je bedoelt. Weet ik, maar hij is centraal van echter. Bayern transfermarkt. Bayern München club van Piotr. Ja, ik vind hem een betere linksback dan Alfonso Davies. Ja, maar Davies is geen goede. Technisch verdedigende. Sarri is een rechtsback. Maar hij is een atleet. Omar Richards, dat is een linksplek, ja. Ja, dat is hij. Back. Is hij dat ik heb gezien? Nee, Omar Richards, niet Chris Richards. Hè? Omar Richards. Oké, okay, ja, hem vind ik hard. Maar Davies is een atleet wel, man. Ja, maar als je kijkt naar het pure voetballende, dan heeft Bayern de betere linksback. Dus als je start met Davies, vind ik het jammer. Plus, Davies heeft ook lang niet meer gespeeld. Dus. Nee, starten zal hij niet doen, denk ik. Ja, maar er stond wel gelinkt dat hij gaat starten. Er stond wel... Er waren wel de geruchten dat hij ging starten. We weten natuurlijk ook niet wat zijn fitnesslevels zijn, dus kun je natuurlijk. Ik denk wel dat hij iemand is, als je ziet hoe hij was, dat hij wel snel fit zat. Hij heeft nooit echt veel blessures, heb ik de indruk. Ja. Ook natuurlijk fit, hè. Maar hij is nog jong. Ik ken nog maar 2-3 jaar. Hè. True. Doe maar. Arsenal verloren met van 3-0 tegen. Kust op wel. Ah, wauw. Ik had niet eens dood.
Ik kan ook vragen, waarom heb je dat t-shirtje? Dag Andy. Soms ben je echt belachelijk. Maar ik respecteer. Dag William. Dag Bob. Dag Ali Touré. Dag Michael. Welke Michael? Van Warenberg. Hij heeft ook 20 clubs. Ja, zoals jij. Hij heeft ook 20 clubs. Zoals jij. Ja, maar ik heb tenminste goede clubs. Hij heeft Atletico en Arsenal. Schaam jezelf. Croqueta. We gaan geen podcast beef starten. Ah nee, ik noem omdat niet altijd... Nee, omdat hij praat altijd over de beweging, okay. Croqueta. Yeah. Okay. Je podcast is hard. Je clubs zijn shit. Verder, actual puntjes. Ja. Genk en Anderlecht zijn de eerste. De finale is op 7 mei, bij de weer. Sorry. En wij gaan dat is Anderlecht, Genk, dat is niet Genk. Nee, Genk. Broer, ik heb gezegd dat JD. 21. Oké, doe maar verder, sorry. Genk en Anderlecht zijn de eerste ploegen die er zeker van zijn dat hun belofteploeg volgend jaar in 1B gaan aantreden. Ja, en we kijken allemaal uit naar Genk U21 tegen Lierse Kempenzoon. Woehoe. Student. Ik ben echt gemeen, man. Verder is dit de stand in 1B. Club Brugge heeft nog 3 matchen te spelen en heeft 36 punten. Standaard ook nog 6 matchen te spelen, 32 punten. Gent nog 6 matchen te spelen, 28 punten. Het is heel spannend momenteel. En Antwerp? Oh, Standaard kan ook vierde eindigen. Standaard is vierde momenteel, maar zowel Gent als Standaard kunnen nog die derde en die vierde plek. Ik hoop dat Standaard vierde eindigen. We hebben net met onze belofte gisteren 1-1 gespeeld tegen Club Brugge. En wij denken een beetje dat dit... Want Club Brugge moet nog tegen al hun directe concurrenten. Ja. Dus het gaat er een beetje naar uitzien dat Club Brugge het moeilijk gaat hebben om het nog te halen. Oh, dus al dat club niks, wat niks, gaat naar Prins. Om dan toch geen... Wow. Om dan Prins uitnodigen op de dag dat we zeker zijn dat... Ah, toch, die episode staat klaar. Ah, ja. Maar jullie sociale media is hard. Ja, heel hard. Andy, wat doen jullie tegen discriminatie? That's funny. Plus 1 voor jou. Echt waar, plus 1 voor jou. Volgende extra puntje. Wacht, ik wou nog iets zeggen. Beerschot staat op de eerste plaats in de B-groep van de U21-competities. Dus zij gaan waarschijnlijk in tweede amateur spelen volgend jaar. Oké. Okay. En dan als Beerschot nog eens degradeert, speelt eerste ploeg eerste amateur en tweede ploeg tweede amateur, gaat kapot hard zijn, man. Nee, als ze nog eens aangeven. Ja. Ah, that's funny. Dat is klaar. Dan. Jullie zijn gemeen vandaag. Wow. Ja, ik ben gemeen. Maar als jij dat bent, Pipito. En ik ben gemeen, hè. Ik ben gemeen, hè. Kijk, er zijn dingen die wij niet op de podcast moeten zeggen, maar de reden waarom dat jij gemeen bent, is de reden dat jij veel harder gaat branden dan ons. Genre, wij hebben vaag vuur. Bij jou is enfer. Hoor je hem lachen? Zarro. Freddy. Laat hem gerust. Hoeveel? Volgende actueel. John van den Brom gaat aan de slag bij Altown in Saudi-Arabië. Waarom? Ah, wel, hè. Heeft gelijk. Ja, heeft gelijk. Zou jij dat niet doen? Nee, man. Een goede back? Ja, een goede back. Ik heb te veel eer, man. Als een podcast uit China mij nu vraagt om mee te komen doen voor 1 miljoen per jaar, ben daar. Ik heb te veel eer, man. Als je thuisland en je buurland zo even iets hebben van nu even niet, dan kun je beter money gaan pakken. Ja, man. Maar is Saudi-Arabië like de enige plek waar je geld kan? Ah, ja, China. Ja, Jeko is naar China gegaan. Maar ze hebben geldissues daar in China, een beetje. Hè? Met al die contracten. Want daarom dat ook heel veel speels gaan moeten vertrekken. Verenigde Staten. Mooi leven. Broer, die man kan geen Engels, broer. Ja, maar ik denk dat die Saudi-Arabië money nog anders is, man. Ja, man. Plus hebben ze daar... De koffer die je daar krijgt na de match. Ja, ik denk dat ze daar belastingen? Zal niet. Ik weet niet, maar dat zal niet. Ja, de belasting gaat rechtstreeks naar Louis Vuitton. Of maar hij is toch geen goede coach, dus hij mag gaan. Over coaches gesproken. Vanaf volgend seizoen is Ruud van Nistelrooy de nieuwe coach van PSV. Ja. Dat mag. Ja, ik heb echt niet zin. Dank je voor jullie inhoud. Nee, dat gaat niet lukken, hè, maar dat is leuk. Waarom gaat het niet lukken? Hij is een aanvaller. Ah ja, je bent toch graag agenda. Yep. Freddy, wil je iets zeggen? Wat? Ja? Laat maar. Dus... Hoeveel hoop, hoeveel enthousiasme dat deze jongens en zien hier. Ik ben degene die gaat branden. Ja. Ik ben lief tegen iedereen hier. Jullie zien, nee, zeg maar, Freddy, zeg maar. Ik wil wel zeggen dat hij goed seizoen draait aan Jong PSV. Hoeveel staan ze? Wacht. Dus Freddy zei dat ze een goed seizoen zijn aan het draaien met Jong PSV. Jong PSV dat 13e staat in de eerste divisie. De laatste 5 matchen, 3 verloren, 2 gelijk. Hij speelt met Prutsers. Je noemt talenten van PSV Prutsers. Oh, wauw. Broer, speel met u echt in spelers. Ismaël, heb je gehoord? Shout-out. Ismaël Sabari. Sabari, heb je gehoord? Ik kwam een boy zeggen, maar ik ga zijn naam... Ik weet niet of dat Bakayo of Bakayoko is.
Bakayoko, je bent hard. Ah, Europa Vitesse zit daar ook, toch? Ja? Nee, die zit de eerste. Hè? Ja, maar ze, maar ze komen vaak naar. Sommige Vitesse ook nog? Ja, ja. Ze hebben toch net gewonnen dit weekend? Nee, ze hebben... Alleen, Jong Ajax had gewonnen. Ja. Met Ihattaren. Ze hebben 1-0 verloren van ADO Den Haag. Maar ADO speelt staat van boven, hè? Zij doen weer mee voor promotie. Ook gelijk gespeeld tegen Volendam, verloren van Jong AZ, gelijk tegen Roda... Verloren van Den Bosch, verloren van Emmen, verloren van NAC. Het gaat niet werken. Verloren van Jong Utrecht, verloren van Jong Ajax. Weet dat ik doorga? Nee. Maar dat redt een goed seizoen, hè, Freddy? Het gaat niet werken omdat hij gewoon te weinig ervaring heeft en om nu al met een topploeg te gaan meedraaien. Het gaat hetzelfde geval zijn als Frank Lampard, dat je te vroeg die stap maakt. Er is een verschil. Ah, wel mee. Er is misschien een gelijkenis, maar ik ben er 100% van overtuigd dat Frank Lampard een industrieplant is. Zoals jij? Ja. Nee, ik ben in de industrie. Van mij weten we dat. Ik ben hier gewoon omdat ze overal nood hebben aan diversiteit en ik kan goed in Nederlands. €5, team. Breng die beker nu. Andy, breng die beker. €5 is niks. Ik leg er zo in. Hé, hey, big money, hè. Deze man. Leg je, Andy. Oh, Andy, nee. Daar. Bij die Albert Heijnzak. Heb ik gemist? Heb je echt cash? Dit is geen promo. Heb je echt cash? Heb ik gemist? Gooi dat als Pepito in de club. Wie heeft er... ik heb een filmpje van Pepito. Hè. Op een dag ga ik die gewoon in het midden van de episode gewoon erin snijden. En als hij het niet doet, ik heb dat filmpje ook, denk ik. Maar hier ben ik dat geld moest. Volgende actueel punt? Dat is mijn laatste actueel punt, want ik wou het eigenlijk nog hebben over hoe dat Barcelona het Camp Nou heeft uitverkocht. 91.000 supporters waren aanwezig voor de Clásico in de Champions League. Barcelona Femini, die drie keer de Spaanse titel hadden gewonnen, deze net. En gaan doorstoten in de Champions League. Brian, dat is geen vals geld. Ik weet niet, bro. Hij weet niet eens hoe hij dat herkent. Ik heb een fakiel, bro. Hij heeft nog nooit echt geld gezien. Ik heb een black card, don't get. En het Camp Nou was uitverkocht, terwijl ze normaal spelen in het... hoe noemt het? Ik weet niet hoe het noemt. Research. Ik weet niet hoe het noemt. Ik had het opgeschreven, maar ik heb het verwijderd omdat jullie er niet over in het tweede stadion van Barcelona. Maar toch praat je erover. Je had de wedstrijd gezien van de wedstrijd. Oh wauw, precies. Andy zei dat jij dit is. Ja, Andy heeft gezegd dat jij hebt gekeken. Jullie geloven Andy? Ja. Meer dan jou. Dat is waar. Nee, dat is een goed argument. Niet over nagedacht. Dat is niet een probleem. Ik heb alleen een highlight gezien, maar... Ik vind dat mooi, zeker omdat het dit jaar de eerste keer was dat het stadion was uitverkocht. Ja. En dan voor vrouwenvoetbal ook nog. Ja. Champions League. En ze hebben Real geklapt. Dus wat wil je mee? Wat wil je mee? Hé, nee, Barça. Doe ze die mannen, vrouwen, jongen. Wat? Dat is magnifiek. Ik heb nog een allerlaatste actorpuntje. Ja. Er was deze week heel veel te doen om AC Milan in hun shirt. Ik weet niet of jullie hebben gezien wat voor shirts ze hebben gespeeld. Ja, het was een volledig witte shirt met zo eigenlijk een soort van, ik weet niet precies of dat een tijger zoiets had afgescheurd. Ja. En er was nog een beetje rood-zwart te zien op het midden. Wat vonden jullie ervan? Dat deed me denken aan kindersurprise. Zo. Wallahi wel. Wauw. Als je dat ja, man. Ja, ja. Respecteer. Ja. Wat vond jij van Alex? Lelijk. Kapot lelijk. Maar echt. Maar ik heb altijd zoiets. Wanneer ik zo'n truitje zie, dan denk ik altijd van. Iemand is betaald geweest. Meerdere mensen zijn betaald. Ja, iemand heeft een bijgekregen. Ja, maar jullie ook. Een paar studenten hebben een goede stage. Spotify Now of zoiets. Of wat de fuck jullie stadium ook gaan noemen. Hey bro. Van Now. Als je San Siro kan omtoveren naar het San iTunes voor 500 miljoen, ik teken. Hè? Snap je? Zou je dat niet doen? En plus, jij bent Manchester United. Maar ik vind dat nutteloos. Nee, jullie hebben een facet sponsor. Ik vind dat nutteloos. Nee, niet dat. Ik vind stadion namen... Hij heeft nog nooit het geld gezien. Bro, oké, even serieus. Ik vind stadion namen veranderen nutteloos. Voor wie? Gewoon in het algemeen. We hebben hierover al gesproken, toen we bezig waren over Gent. Over Gent kun je Crystal Arena naam veranderen. Nee, we vinden dat niet leuk. Maar ik vind het nutteloos. Maar dat is money. Ja, maar ga je de stadion anders noemen nu? Nee. Dus op FIFA dat je even... Maar dat is nutteloos voor de persoon die dat betaalt. Ja. En het is niet eens... Europees voetbal mag het niet, want bijvoorbeeld... Maar dan is het deed gewoon het Eindhovenstadion van PSV. Het deed niet de... Philips Stadion. Je ging alle merken afgaan. Ja, ik ging elk merk. Maar dan is het toch... Dan is het toch nutteloos? Nee. Want de namen blijven toch. Ja, oké. In de marketingwereld. Dat begrijp ik. Zeggen ze dat dat werkt? Ja, dat begrijp ik wel. Wij zijn geen marketeers. Dat is het probleem. Ja, te veel van voetbal. Dat is niet daar, maar dat is gewoon nutteloos. Allee, wat heb je nu aan de naam van een stadion dat veranderd? Wat heb je aan de 400 miljoen, is de vraag die je moet stellen. Bro, je krijgt geld. Veel, maar hoeveel van die 400 miljoen gaat rechtstreeks naar je transferbudget? Oké, wacht, stel je voor. We hebben één spits nodig, hè. Eentje. Nee, ik weet het. Maar hoeveel eentje, gewoon een petit Braziliaan. Maar hoeveel gaat die van die 400 miljoen? Ga je een voorstel doen. Ja. Stel je voor, Sporza zegt vanaf nu Brian in plaats van Brian Suarez Duarte, heet je vanaf nu Brian Sporza Duarte. Nee. Niemand gaat je zo noemen, maar jij krijgt van hun 1000 euro per maand. Ga je dat doen of niet? Nee.
gek. Bro, ik heb eer, man. Bro, met eer kan je geen facturen betalen. Ja, bro, toch niet. Ik vind het wel een manier. Als deurwaarder op je deur kan kloppen, ga je zeggen... Jij zegt eer, maar voor de juiste bag ga je voor Manchester City spelen. Zo. Ja, klopt. Nou, je hebt geen eer. Slaamshoes. Nee, dat is niet hetzelfde. Mumshoes. Ik vraag mijn naam niet. Nou, Mumshoes. Nee, man. Daarop sluiten we af. Mumshoes. Dankjewel voor weer te kijken naar een episode van de Champions League Show van Coca Sport. Morgen zijn we weer met een nieuwe guest. En we gaan het dan hebben over Villarreal, Bayern en Chelsea Real. Blijf vooral liken, delen, commenten, outro. Subscriben, blijf op het belletje drukken voor je meldingen aan te zetten. En als je deze middag verveelt, kan je kijken naar het 1-2'tje met Younes Boudadi dat ik en Brian hebben gedaan, waar wij het hebben over voetbal in Amerika en de jeugdselecties van Marokko. En als je Andy zijn leeftijd kan raden, krijg je 10 euro. Ja. Die ligt hier op tafel. Pepito, enorm bedankt dat jij hier was. Alexandre, enorm bedankt dat jij hier was. Brian Suarez-Duarte, enorm bedankt dat jij hier was. En tot de volgende episode. Ciao.